Ja, jij was aan de beurt. Oh. Ik ben. Ja, sorry. Waar denk je aan bij 1 jaar corona? Hopelijk is het snel voorbij. Duurt lang, zeg. Opeens is de IC... Weet iedereen wat een intensive care is? Op dat wildwaterkano. Ik weet niet of je ooit wel eens bij de Olympische Spelen of zo die beelden van die mensen die heel snel zo'n stroom af, ja, en dan zeker, al van die hangende paaltjes waar ze omheen moeten. Zo. Ja. Nou, dat gevoel af en toe, weet je. Een jaar lang dan alleen. De hele wereld heeft nu smetvrees, dus dat heb ik zelf ook wel een beetje. Daar zit ik ook op de goede werkplek. En dat vind ik dan, daar denk ik aan. De hele wereld houdt nu meer rekening met hygiëne. Hoe vaak ben jij op corona getest? Ik heb in totaal 4 keer ben ik getest. Nou, ik ben denk ik al 8 keer getest, 9 keer. Ja. En dat zal ik even uitleggen. Ja. Ik werk onder andere dus niet alleen hier in het ziekenhuis, maar ook bij grote sportevenementen. Ja. En, ja, moet je. Als medical. En dus ook bijvoorbeeld bij wedstrijden van de Nederlandse mannen bij het voetbal. Ja. Nou, daar zou je toch echt getest moeten worden, anders kom je het stadion niet in als medewerker. Ja. 3 keer. Echt? Maar 3 keer negatief. Ik kreeg tranen van in mijn ogen. Dat was zo'n diep stokje. Ja, de eerste keer voelt het een beetje gek, hè? Zo'n ding achter je neus. Ik ben ook echt 3 keer negatief getest in 2 weken. Want mijn moeder had het gekregen, mijn zus had het gekregen, mijn tante had het gekregen en mijn nicht had het gekregen. Ik heb wel echt veel in je omgeving. Ja, in 2 weken achter elkaar. Dus ik heb alleen maar getest daarna. Maar ontweken. Kijk, gelukkig. 3 keer getest, 3 keer negatief. Dus en nu ben ik gevaccineerd, dus ik hoop vooral dat het zo blijft. Ja, ik ben nog nooit op corona getest. Oké. Helemaal nooit. Oké. Het bijzondere is, en dat ik denk dat dat wel de bijkomendheid is. Je wordt natuurlijk om te beginnen, mensen zeggen, ben je er bang voor? Nee. Ben je er beducht op? Ja. Dus waar ik vroeger net als denk ik iedere Nederlander, zeker in de winter, wel eens 1 of 2 keer verkouden was. Ik ben verder hartstikke gezond, maar daar heb ik het nu al een jaar lang... moet afkloppen, maar helemaal niks. Ik vond het wel goed om een keer te ervaren hoe dat echt is. Ik vond het niet heel prettig, dus dan kan je ook wat beter inleven waarom mensen dat dan zo vervelend vinden. Ach, ik heb de stapel verkeerd om liggen, jongens. Wat was jouw heftigste coronamoment? Wij kregen de coronapatiënten die nog wel IC-patiënt of IC-behoeftig waren, maar niet meer coronapositief, die kregen wij. Als je zag hoe die mensen hadden ingeleverd... Ja. Daar schrik je. Daar was ik echt wel van geschrokken. Ik denk dat mij het heftig moment was dat we een man van rond de 45 jaar hadden. Die eigenlijk voor corona zelf best wel gewoon gezond was. Geen gekke voorgeschiedenis of zo. Maar die wilde gewoon niet naar de IC toe. Die was als de dood om geïntubeerd te worden. Die wilde het pertinent niet. En die ging op een gegeven moment zo slecht dat wij ook op de afdeling met de Optiflow, met de maximale zuurstofbediening die we deden, konden we gewoon eigenlijk niks meer voor betekenen. Hij zou geïntubeerd moeten worden. En hij wilde dat gewoon pertinent niet. Dus hij is ook gewoon met zijn partner bij op de afdeling komen te overlijden. Dus de dagen voordat wij gingen beginnen met de coronavaccinaties. Moesten in 4 dagen dat hele proces op poten hebben gezet en alles geregeld hebben. Dat was echt, ik heb toen echt amper geslapen die week. Als het mijn moeder of vader zou zijn en inderdaad, je hebt een wat grotere familie. En er wordt gewoon gezegd van dat... Je mag er maar, dan denk je toch, oh, dat zal je maar meemaken. Dus dat vind ik wel echt sneu. Ja. Dat vind ik wel heftig. Precies het heftigste moment. Ik weet tal van momenten die me voor altijd bij zullen blijven. En 1 was bijvoorbeeld vorig jaar maart, toen dit allemaal begon. De eerste keer dat ik bepaalde voorspellingen toegestuurd kreeg van aantallen patiënten die we konden gaan verwachten in de weken daarna. En dat was zo'n schrikbeeld. Dan ging het echt om mogelijkwijs 1000, meer dan 2000 patiënten op de IC. Ja, mijn schoonvader is overleden in juni. En dat was dus compleet anders dan het gangbaar. Dat was zo gekunsteld met emoties. Ja. Dat vond ik super heftig. En een ander moment wat me altijd bij zal blijven is dat op het moment dat een van onze eigen medewerkers aan corona was overleden en dat de rouwstoet hier nog over het plein voor de hoofdingang van het Erasmus kwam en dat mensen daar stonden in een lange rij. Ik stond erbij en ook dat was een emotioneel en indrukwekkend moment. En dan toch weer even terug naar de IC. Zien hoe die mensen worden beademd en dat draaien. Ik maakte eigenlijk gelijk deel uit van niet het draaiteam, maar ja, dat liep dan een beetje zo die dag. Ja. En dat vond ik echt van oké, dus dit doet corona met je fysiek. Je ziet het, je ruikt het ook. Dat vond ik wel heel specifiek iets. Wat mis je het meeste in de coronatijd?
Tenminste, toch wel gewoon om na een lange werkdag of zo even met een paar collega's even wat wit een drankje te doen. Ja. Of even met je vrienden een keer wat stoom af te blazen, naar een feestje of weet ik wat. Of gewoon simpele dingen, naar de bioscoop. Gewoon even met het gezin eruit zijn. Ik heb een vrouw en vier kindjes. Dat is leuk. We hebben wel gezellig met elkaar, dus druk zat. Weinig eenzaamheid thuis, maar het is wel leuk om met de gezin op stap te zijn, inderdaad. 2 weken geleden maar eens met de 4 broers online een Teams bijeenkomst gehad. Ja. Op zondag, ik weet niet, voelde het een beetje, maar het was hartstikke gezellig. We hebben ontzettend gelachen, maar het is natuurlijk vreselijk veel leuker als je gewoon live bij elkaar kunt komen. Als je iemand spreekt of belt en je wil iets gaan doen, is er altijd een kan het, mag het, doen we het of doen we het niet, of niks is meer spontaan. Ik mis feestjes, ik mis naar het restaurant gaan, gezellig eten, wijntje drinken, terrasje, ja. Dat mis ik heel erg. Concerten, dat mis ik echt enorm. Ik ga heel graag naar een concert of naar theater. Winkelen of en weer naar de sportschool en weer lekker een hapje eten of met collega's na een nachtdienst dat je zegt, oh, met z'n allen even lekker ontbijten. Je niet hoeven te houden aan de anderhalve meter. Gewoon weer leuke dingen doen met z'n allen. Het wordt ook wel tijd. Ja, precies. Ja, het duurt lang al met allen. En iets meer vrije tijd. Iets minder werken misschien. Ja herkenbaar. Zit er voor jou ook iets positiefs aan corona? De goede initiatieven die we constant zien. Dus bijvoorbeeld ouderen die tijdens kerst alleen zijn, dat er dan massaal kaartjes naar worden gestuurd. Of allerlei stichtingen waar mensen gewoon naartoe kunnen bellen om een praatje te maken. Zit er iets positiefs aan? Ja, want je merkt dus wel dat als er dus iets gebeurt, dat iedereen zijn krachten bundelt en er vol gas voor kan gaan. Wat ik mooi vond aan het begin van corona is dat de wereld zo mooi werd. Dus de grachten werden mooier. In Italië waren er weer vissen in de grachten. Geen pollution meer en zo. Er komt zoveel samen ineens. We werken heel veel samen met de ziekenhuisapothekers in de regio. Ja, en dat je gewoon meer tijd hebt voor elkaar. Het mooie is ook dat het weer openingen biedt voor nieuwe dingen. Bijvoorbeeld in mijn vak, ik ben dan kinderarts neonatoloog. Dus ik behandel met name te vroeg geboren baby's. En we hoorden aan het begin van het jaar, eigenlijk kort nadat de eerste lockdown was ingevoerd, dat er steeds minder kinderen te vroeg geboren waren. Eigenlijk in verschillende landen. Ja, het klinkt een beetje banaal, maar ja, wat een fijn leven we eigenlijk hebben. We kunnen gaan en staan waar we willen, normaal gesproken. En ik vind het ook wel leuk om te zien, om te kijken hoe, wat de mogelijkheden opeens zijn digitaal in de thuissituatie. Ja, opeens zie je dat iedereen, dat is waar. Je hebt opeens allemaal met digitale meetings die je kan doen, wat af en toe wel vermoeiend is, maar wel grappig is dat kan. Ja. Maar ik denk dat het dan ook wel heel snel ophoudt met de positieve dingen die ik aan corona zie. Ja.